Ja, tranen in de ogen. Ja, of van mooie, mooie werk. Mijn naam is Bob Peters. Ik werk bij Kirion als hoogspanningstechnicus. Ik doe met name storingen, onderhoud en vervangen van componenten. Hier onder Station Nijmegen daar zijn we bezig met vervangen van 150 kV vermogensschakelaars. Nu komen er nieuwe schakelaars staan, SF6 geïsoleerde schakelaars. Die moeten weer voor de komende jaren ons energienet beveiligen. Wel een uitdaging, maar we houden van uitdagingen. Wij zijn op dit moment bij de 11e schakelaar bezig en we hebben nog eentje te gaan. En dan hebben we weer een projectje klaar. Hier liggen de slachtoffers. Voordat we een project beginnen is er een hele studie aan afgegaan hoe we op een veilige manier en verantwoorde manier hier te werk kunnen gaan. Complexe planning is het, maar het is allemaal dan goed te realiseren en binnen 8 maanden hebben we dan dadelijk alle schakelaars hier vervangen. Af en toe doe je een stukje elektrotechniek, af en toe sta je ook gewoon buiten wat staalwerk te monteren. Hier hebben we een oude 150 kV vermogensschakelaar. Die worden dan vervangen door deze nieuwe SF6 schakelaars. Door de jaren heen zijn er veel lekkages voor het in de lucht ontstaan. SF6 schakelaars die hebben alleen lokaal in de schakelaar SF6 gas. Daardoor zijn ze wat onderhoudsvriendelijker om te gebruiken. En dat is een project waar we nu ongeveer 8 maanden mee bezig zijn geweest. Iedere storing is anders, iedere werkdag is anders. Je kunt alle kanten op bij ons bedrijf en dat maakt het gewoon zo mooi. Toen ik bij de installateur werkte, toen liepen we ook hier rond en toen had ik altijd zoiets van nou, ik vind het toch wel erg interessant. En ik vind het knap dat die jongens samen zo kunnen en het is wel leuk dat je dan een aantal jaren later dit werk gewoon zelf doet.